Goedemorgen, dit is Friekerne van Friekerne Nederland. Nadat ik de documentaire heb gemaakt over de inval bij een Kuipers van Noosewende, ben ik persoonlijk uitgenodigd om vandaag naar Emmen te komen. Dus ik heb mijn spullen bij elkaar gepakt. Ik ga zo meteen de auto eventjes inruimen. Vannacht zal ik in mijn auto slapen, dus mijn matrassen gaan ook mee. En ik ga er lekker van genieten. En hier is mijn vijfsterhotel. Daar zal ik vannacht in slapen. En dan ga ik morgen weer terug naar Nieuwegein. Nou, ik ben onderweg naar Emmen. Ik ga eerst even tanken. Ik sta hier bij de benzinepomp. En dan ga ik aankrossen. Ik hou jullie op de hoogte. Tot later. Ik heb een chocolaatje, een broodje met 3 honing, tomaten en komkommer, een beetje sla erop. En het eerste wat we doen is lekker genieten. Eens kijken of we het kunnen vinden. Oké, mannen, beste Facebook-vrienden. In plaats van een vlog over de partij rechtdoor, lijkt dit wel een vlog over onze motorclub Noosewende. Vanavond clubavond in Emmen. Er zal zo'n 120 man aanwezig zijn vanavond. Ik denk dat we een leuke avond weer eraan gooien. Ja, het is de laatste tijd natuurlijk veel te doen om de motorclubs. Nou, Olaf is hier vanavond denk ik om te laten zien dat het ook anders is. We gewoon normale mensen zijn met een leuk feest. Met echte broederschap onder elkaar. Mensen maken het allemaal te spannend, maar er zijn mensen die voor de verkiezingen een andere gedachte hebben over motorclubs en andere dingen. Mensen die elkaar boven in de top proberen te beschermen en elkaar de bal toe te spelen. Come on.
but we are satisfied. Het is eigenlijk hetzelfde pleidooi met Red Door. Mensen gunnen je iets niet en mensen die... Als je anders bent als een ander, dan is dat heel apart allemaal. Dat is of je getalueerd bent of niet, of je op een motorclub zit of niet. Maar we zien het al, alle profvoetballers, iedereen zit tegenwoordig onder tattoos. Je weet tegenwoordig niet meer of het wel of niet er is. Ik weet één ding zeker, no surrender. Vanavond gaan we nog een mooie avond meemaken in de club van hier in Emmen. Mooie clubavond, mooi clubhuis. En we bestaan al 20 jaar hier. En we gaan er gewoon door. Nou, ik ben op de chapter bij Nog Zwemmen in Emmen. Dat is erg gezellig. Veel leden zijn er gekomen over andere chapters. Ik heb mooie filmpjes gemaakt, mooie foto's gemaakt. En ja, het was echt een mooie vlog. Dus als het goed is, staat hij morgen online. Hey, groetjes, hai hai. Andere MC's gaan allemaal gewoon door. Je bent een motorclub liefhebber, je bent een motorliefhebber of niet. En al die bijen en rondverschijnselen wat ze tegenwoordig in de pers gooien. Is de rijst of flauwekul. Het tegendeel is nog niet bewezen. En als er wat bewezen wordt, dan is dat maar zo als in de politiek. En ik heb genoeg voorbeelden daarvan aangedragen. Als Jos van Rij, Kamer Eurlings, tot en met wie dan ook. Ook allemaal wat fout gedaan, zijn laag gestraft. Gisteren nog een heel stuk over een politieagent. 65 jaar die zijn kleindochter heeft misbruikt. Het gebeurt overal, mensen. En laat het vooral niet gek maken. Wij maken er een mooie avond van. Ook bedankt dat je er bent. En u ziet achter deze interview ziet u nog verschillende filmpjes voorbij komen. Van het leuke en het gezellige hoe dat bemodderclub is. Tot ziens. Nou, de avond is voorbij. Het was een leuke avond. Gezellig. Veel Noosewende-leden aanwezig van verschillende chapters. En ja, ik ben nu moe. Ik ga lekker slapen. Morgen is weer een nieuwe dag. Dan ga ik weer rustig terug naar Nieuwegein. Nou, ik ben net wakker. Het is nu een uur of 5, half 6. Ik kan niet meer slapen, dus ik ga daar richting huis. En dan alles weer naar boven brengen. Ja, en dan is mijn vlog klaar. Dan moet ik even alles gaan editen. Jullie zullen het snel zien. Tot straks. Hey. Ik hoop dat de poort open is, zoals gezegd hebben. We gaan eens even kijken. Deze is open. Het is alvast een mooie afspraak die ze aan ons te houden hebben. Gaan we dadelijk weer de tweede dag even kijken. Eerst even de poort sluiten.
gaan we kijken of de tweede poort open is. Ook hier hebben ze netjes een afspraak gehouden. Dus we kunnen naar huis door.